allemaal, van harte welkom bij Muis op Zondag vanuit de Orangerie bij Café Onkel Jean. Vandaag bij mij aan tafel filosoof Ad Verbrugge en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. En Mark van der Veen, docent in het PO, onderwijsopleider, speelt gitaar en is blogger. En verder hebben we zoals gewoonlijk live muziek. En deze keer van Jessica van Oefrenzang en Jeroen Koning, die jazzgitaar speelt. En ook deze beide mensen hebben zich bezig gehouden met onderwijs 2032. En we beginnen dus iets anders dan gewoonlijk. Maar we beginnen met een lied van Jessica en Jeroen. Speciaal voor deze uitzending gemaakt over onderwijs 2032. Het ene kind wil profvoetballer worden. Een ander maakt carrière op viool. Of handelt in recyclebare borden. Maar wat ze ook gaan doen, ze moeten allereerst naar school. Vernieuwen, vernieuwen, dat wordt het helemaal. Vernieuwen, vernieuwen voor rekenen en taal. Het kerndoel als basis voor het kind. Eens kijken wat Mark van der Veen daar wel van vindt. Het kind moet zich zelfstandiger ontplooien. Nieuwsgierig als het van nature is. Maar voor we nu het roer weer om gaan gooien, een stukje feitenkennis is daar echt zoveel mee mis. De vakken, die worden straks domein. De kern der materie, dat zal het moeten zijn. Met inspraak en visie en niet met haapnootmies. Kom aan, Ad Verbrugge, en geef ons uw advies. Het kerndoel, de kerntaak, als ook het kernconcept, zijn zinloze termen wanneer je hoofdpijn hebt. Paul Schnabel, gelauwerd erudiet. Zijn plan is de kern en de reden van dit lied. Nou, ik wil dit lied zeker aan het eind nog een keer horen. En dan zingen jullie maar drie liedjes. Welkom, Ad en Mark. Leuk om er te zijn. Ik vind het ook heel leuk dat jullie er zijn. Een thuiswedstrijd, hè? Ja, een beetje wel, ja. Onder de rivieren bedoel je? Of heb je het over iets anders? Nou, het is een thuiswedstrijd dat ik mijn hoofdonderwerp in mag brengen. Ja. Nee, maar ik had net met Mark erover dat zodra ik onder de rivieren kom, denk ik, oh ja, ik ben natuurlijk geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dan, je merkt meteen het verschil. Ja, dat is, en het is ook wel een beetje te horen, Ad. Het is heel zeker te horen. Die klank, daar wil ik geen afstand van nemen. Nee. De zware A blijft er. Die hoort ook bij jou. Ja, zeker. Ook mensen uit Zeeland kunnen heel groot worden. Ja, Michiel de Ruiter is mijn grote voorbeeld. Goed zo. Ad, we gaan het over de onderwijsvernieuwing 2032 hebben. Ik heb zo net al gezegd tegen het publiek dat het... Dat heel veel docenten op basisscholen er nog niets van af weten. En misschien is het publiek ook niet goed op de hoogte, of de mensen die nu naar deze uitzending zitten te luisteren. En ik wil graag van jou weten, wat is dat nou voor plan? Ja, nou, misschien om toch te beginnen met jouw eerste constatering. Ik denk dat het opvallend is dat je eigenlijk de afgelopen decennia ziet dat er hele grote stelselwijzigingen door het publiek of door de politiek worden geïntroduceerd. Terwijl ouders, kinderen en docenten vaak niet goed op de hoogte zijn wat dat inhoudt. En dat is natuurlijk vreemd, hè? Want je zou kunnen zeggen, de manier om cultuur over te dragen is bij uitstek het onderwijs. En als het feit dat je dat als ouders thuis doet,
gebeurt dat natuurlijk ook buiten het ouderlijk huis, de media, maar natuurlijk ook op school. En school is een heel belangrijk onderdeel daarin. En ook wat je in ieder geval als maatschappij wil organiseren. En heel veel dingen, daar heb je geen greep op, maar het onderwijs, daar heb je tot op zekere hoogte greep op. En dan is natuurlijk de inrichting van dat onderwijs van cruciaal belang, wat kinderen meekrijgen. Dat was oorspronkelijk in Nederland, hingen we daar ook erg aan. Artikel 23 was eigenlijk op gericht dat je als ouder wist waar je kind zo ongeveer terecht kwam. Zodat hij in dezelfde geest werd opgevoed. Dus het is eigenlijk ook wonderlijk dat we de afgelopen decennia daar inhoudelijk zo weinig mee bezig zijn geweest. Gezien ook onze eigen culturele achtergrond, waarin we er altijd heel veel belang aan hebben gehecht. Nou, wat je denk ik hebt gezien is dat de ouders sterk de nadruk leggen, nou, als ze maar het diploma halen. Dus die zijn wat minder met die inhoud bezig. Vroeger was het, ligt het wel in de lijn van de katholieke leer of de gereformeerde leer en gebeurt het allemaal goed. Nu is denk ik het verschijnsel diploma heel belangrijk geworden. Halen ze het en kunnen ze verder. En als je nu kijkt naar de ontwikkelingen, en dat was in de jaren 90 al het geval, met het bekende bijvoorbeeld studiehuis, wat toen is geïntroduceerd. En dat geldt nu ook weer. Die zijn echt zeer ingrijpend. En, dus het is ook van groot belang dat ouders daarvan op de hoogte zijn. En ook zien wat dat inhoudt. Niet alleen maar kijken naar dat rapport, dat zou ik zeggen op dit moment. Begrijpelijk dat iedereen dat belangrijk vindt, maar ik kan wel vooral waarnemen wat daar nu gebeurt. Ook omdat we, denk ik, in ons onderwijs, en daar kunnen we het nog over hebben, met een aantal heel reële problemen kampen. Nou, wat is het idee? Want dat was je vraag. Ik wou hier toch mee beginnen. Ik dacht, het duurt wel erg lang. Ja, maar wat is het idee? Het werd in het lied al enigszins aangekondigd. De plannen liggen een beetje in de lijn van wat we in de jaren 90 hebben gezien. Dat betekent dat we eigenlijk de vakkenstructuur, dat die wordt afgeschaft. Dus dat wat er gebeurt is dat er in plaats van het werken met vakken in het voortgezet onderwijs, dat we werken met themagebieden, domeingebieden. Dat zijn er drie in totaal. Namelijk taal en cultuur, economie en maatschappij, natuur en techniek, zo de indeling. Daarnaast een kerncurriculum. Ja. Een kerncurriculum wat iedereen behoort te volgen. Dat is de kerndoel. Ja, dat staat buiten kijf. En dat kerncurriculum dat behelst een Nederlands, Engels, wiskunde. En dan, ja natuurlijk, digitale vaardigheden. En burgerschap. Dus we kunnen het er zo nog even over hebben, maar dit zijn de vijf. Nou, het idee is dat met dat kerncurriculum leerlingen worden klaargestoomd voor 2032. Maar kortom, voor wat de overheid denkt dat er in de toekomst nodig is. Altijd een gevaarlijk uitgangspunt. Dus die vijf vakken die waarom vind jij dat een gevaarlijk uitgangspunt? Nou, omdat het, als je ziet, als je kijkt naar bijvoorbeeld begin jaren 90, dan hadden we echt niet het idee dat de wereld in 2005 zo veranderd zou zijn. Heel het idee van de opkomst van internet bijvoorbeeld werd niet voorzien eind jaren 80, begin jaren 90. En wij voorzien ook nu niet wat er in 2032 precies nodig is. Het kan wel zijn dat we bijvoorbeeld heel intensief met Duitsland samenwerken. Ik noem maar wat, omdat de Europese Unie uit elkaar is gevallen. Dat ik geef nu maar even een beeld. Hè. Dat de verwachtingen die je hebt over de wereld, die kunnen heel anders uitpakken. Dus je moet voorzichtig zijn met die grote lange termijn prognoses. En je kunt beter zeggen, nou, wat vinden wij belangrijk om vanuit wie we zijn als land de kinderen mee te geven, sowieso. En natuurlijk ook wel kijkend naar wat de wereld, maar wat dan in ieder geval een hele goede basis is. En wat je nu bijvoorbeeld ziet met digitale vaardigheden. Ja, natuurlijk is het belangrijk dat kinderen met de computer om kunnen gaan. Mijn kinderen kunnen dat al vanzelf. Dat leren ze bijna, krijgen ze met de paplepel ingegoten. Maar waar het vooral om gaat, is dat ze kennis ontwikkelen om kritisch om te gaan met wat daar staat.
En wat je dus het gaat, digitale vaardigheden is geen kernvak in mijn optiek. Het is juist iets wat het gehele... Nee, het is iets wat het gehele onderwijs, waar het gehele onderwijs mee bezig moet zijn. Ja, in de zin van je moet weten dat ze op internet gaan. Maar je moet ervoor zorgen dat ze het op een goede manier doen. En dat ze voor jouw vak ook de kansen, maar ook de bedreigingen aangeleerd krijgen. Nou, wil ik jou toch nog eens vragen. Wij hebben het hier natuurlijk met Sander Dekker, toen hij op een symposium bij ons was. Heb jij daar met hem al over gesproken? En toen begon hij dit plan toch heel erg enthousiast natuurlijk te verdedigen. En toen heb jij me onderbroken. Ik heb het gisteravond nog eens even teruggekeken. En dan zeg jij, luister, het is een verkeerde oplossing voor een reëel probleem. En dat reële probleem, wat vind jij op het ogenblik wat er echt helemaal verkeerd is aan dat onderwijs 2032? Te meer, daar Sander Dekker ook nog eens degene is die in 2014 het passend onderwijs heeft ingevoerd. Wat nu, ik heb er heel veel artikelen over geschreven, en nu blijkt het een volledige mislukking te zijn. Ja, nee, zeker. Nou ja, de eerste vraag is, wat is het reële probleem? Ja. En ik denk dat het reële probleem is dat we zien dat er een uitval is, met name in het beroepsonderwijs. Dus de instroom, zeg maar, VMBO, MBO, ROC's. Dus dat is een problematiek waar je wat mee moet. En ik denk dat je dus ook zou moeten kijken naar het curriculum. Ja, dus 2032 is een curriculumvoorstel, wat ik net schetste. Dus het lijkt me verstandig om daar wel naar te kijken. Alleen, laat ik nog eerst het probleem beschrijven. Dus dat is het eerste. Dus je ziet in het beroepsonderwijs, er wordt ondergepresteerd. Het gaat niet goed met jongens, in veel gevallen. Een motivatieproblematiek die daar speelt. Het is evident. Ik denk dat die problemen zijn helder. We hebben het ook over het hogere segment HAVO-VWO en de aansluiting naar het hoger onderwijs. Klachten bij HBO-instellingen over de kwaliteit van de instroom. Dat geldt ook voor de universiteiten. Ook daar geldt, daar valt het voor te zeggen. Ook de diagnose van de problemen die de commissie geeft. Dat ze zeggen, vaker zie je dat kinderen eigenlijk te veel vakken krijgen, te weinig echt beheersen. Ja. Dus dan hebben ze wel Duits gehad, maar aan het eind van de rit blijken ze met de HAVO-diploma toch maar heel matig Duits te beheersen. Ja. Dus die problematiek is de vraag is alleen, hoe los je dat op? Ja, en mijn bezwaar is... Daar wil ik het straks even met je over hebben. Want ik wil nu even toch naar Mark gaan. Ja. Omdat ik niet eens denk dat de problemen in het MBO en voortgezet onderwijs zijn heel groot. Maar ik denk dat ze het allergrootst zijn. En het meest slecht, het allerslechtst voor het basisonderwijs. Wat vind jij daarvan, Mark? Ja, het is het basisonderwijs, daar begint het natuurlijk. Dus problemen die in het basisonderwijs ontstaan, die werken natuurlijk gewoon door in het vervolgonderwijs. Absoluut. En ja, ik geef je, of de problemen daar het grootst zijn, dat is moeilijk zo te zeggen. Het is in ieder geval... Ga ik me er even mee bemoeien. Een basisschool is er volgens mij, en ik weet dat jij dat ook vindt, om de basisvaardigheden aan te leren. En dat is goed leren, lezen, rekenen, schrijven. Want dat zijn de eigenschappen die kinderen moeten hebben om straks dat leven in te gaan. Meer dan 21st century skills. Nou, daar ben ik als je goed kunt lezen, schrijven en rekenen, aardrijkskunde, muziek, beeldende vorming. Nou, en dan mag gymnastiek ook nog. En dan kan verder alles... Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus wat ik eigenlijk dus wil zeggen, ook kijken of de problemen in het basisonderwijs het grootst zijn. Kijk, je moet ervoor zorgen als het daar begint, dat in ieder geval die basis al gewoon op orde is. Dat je daar gewoon goed op inzet, dat je een sterke basis hebt voor dat vervolg. Ja. Als in dat basisonderwijs al problemen zijn, die er ook echt gewoon zijn, dan werkt dat door in het vervolgonderwijs en heb je daar of het verergert, of ze worstelen daar met problemen die eigenlijk aan het basisonderwijs beginnen. En een sterk voorbeeld daarvan
vind ik toch, wat jij net noemt, is dat, dat je toch merkt dat gedegen rekenonderwijs, ja, dat het toch wel discutabel is op het moment hoe dat nu gebeurt. En je merkt dus ook dat op middelbaar onderwijs spreek ik regelmatig ook wel voortgezet onderwijsdocenten, die ook om te beginnen al hele andere dingen moeten gaan doen met die kinderen dan gewoon de wiskunde. Die weer even beginnen met hoe reken ik dat nou even heel snel uit. Ja, je ziet de problemen. Vijf keer 18, niet onder elkaar. Ja. Maar nee, dat, hè, men is in het basisonderwijs enorm bezig met realistisch rekenonderwijs, ja. Noemt men dat. En, nou, leg even uit voor de mensen die het niet weten. Want, kijk, realistisch rekenonderwijs is eigenlijk, nou ja, het woord zegt het al, realistisch. Het speelt zich af in realistische situaties. Dus het... En er wordt enorm gesproken over, het gaat er niet om dat de kind weet hoe hij het uit moet rekenen, de som zelf. Het gaat er ook om dat kind heel goed begrijpt in welke situaties het toepasbaar is. Dus er worden rondom rekensommen allerlei situaties bedacht, contexten verhaaltjes bedacht. En er is natuurlijk helemaal niets mis met dat soort sommen, want die zijn ook belangrijk, maar... Aan dat realistisch rekenen ligt toch wel een belangrijke basis. En dat is dat je gewoon geautomatiseerd bent. De kale sommen en niet dat het voor kinderen die niet zo goed in taal zijn, is dat een probleem. Je ziet ook wel een kleine kentering komen. Je ziet inderdaad steeds meer scholen die komen ook terug van het pure realistisch rekenen. Die gaan weer staardelingen doen. Wat doe je op jouw school? Wij zijn gewoon... Ja, ze worden vaak ook bestempeld als ouderwets. Wij geven gewoon wel de staardelingen. Wij geven het rekenen onder elkaar. Heel veel hoofdrekenen. En natuurlijk doen we ook wel verhaaltjes sommen. Maar in onze ogen is het nog altijd zo dat je eerst goed moet leren rekenen voordat je toe kan passen. Dan dat je gelijk begint met toepassen. En in die situatie allerlei verschillende... dat je nog hard na moet denken over hoe je dat nou eigenlijk op gaat lossen. Waar werk jij, Mark? Ik werk in Rotterdam, in Lombardije, op de Rotterdamse schoolvereniging. En waarom ben jij meester geworden? Want ik... Ja, sorry voor mijn accent. We hebben er veel te weinig. Dus ik vind het geweldig dat jij dat gewoon bent gaan doen. Die vraag wordt me wel vaker gesteld van waarom ben je het onderwijs ingegaan. Eerlijk gezegd vind ik dat altijd heel moeilijk om te beantwoorden. Achteraf, vaak zeg ik weet eigenlijk gewoon niet. Maar ik kan achteraf wel benoemen dat ik in het basisonderwijs zelf al altijd dat heel erg mooi vond als er een goede leerkracht voor de groep stond. En ik heb ooit één leerkracht gehad, die heeft mij altijd enorm geïnspireerd. Die is helaas ook op den duur het onderwijs uitgegaan. Die is toen ooit naar Finland verhuisd, die leraar. Die woont daar nu, want dat was zijn grote liefde, Finland. Maar die man was... Ja, die wist altijd zo fantastisch die verhalen te brengen. Die wist altijd zo ons te fascineren. En dat klinkt alsof het allemaal erg leuk was. Dat was het ook absoluut. Maar tegelijkertijd was hij ook wel echt wel gewoon streng. En hij legde de lat hoog. En ik heb nog nooit zoveel, denk ik, in het basisonderwijs geleerd als in dat jaar. En nu ik zelf ook leraar ben, is hij wel... Zoals gezegd, mijn grote idool. Maar de weg daar naartoe is natuurlijk moeilijk geweest. Ik ga het straks ook nog met jou over de paboes hebben. Maar we gaan nu weer naar muziek luisteren. En dan wil ik eerst eens even met Ad weer over dit waanzinnige plan 2032 toch nog wat verder filosoferen. Dat lijkt me een heel goed idee. Biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this will be. Don't know much about geography.
don't know much about trigonometry. Don't know what a slide rule is for. Don't know what at all is for. But I know that one and one is true. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I could win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, I don't know much about the French I took, but I do know that I love you. I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. What a wonderful world this would be. Nou, een positieve noot in dit programma. Dank jullie wel. Ad. Ja. Nou, van wie komt zo'n plan nou? Sander Dekker, en die geeft dan een opdracht aan Paul Snabel. Maar... Ja, dus... Ik begrijp er nog steeds niks van. Kijk, het is denk ik belangrijk om te zien dat we, zeker vanaf de jaren 80, 90, is een soort netwerk ontstaan in Nederland. Van mensen die... om het primaire proces van lesgeven heen, met het onderwijs bezig zijn. Onderwijsadviesbureaus, je hebt hele onderwijskunde die zich op een bepaalde manier ontwikkeld heeft. Dus dat is een heel netwerk. Zijn met aardig wat mensen in de weer om ook geld te verdienen aan het onderwijs. Dat verdienen ze onder andere door dingen te veranderen. Dus nadat ze in de jaren 90 het voortgezet onderwijs bezig zijn geweest, zijn ze naar het mbo gegaan. En van het mbo gaan moeten ze nu weer terug naar het VO. Daar geven ze adviezen, komen rapporten, er worden veranderingen aangebracht. Er moeten allerlei verandertrajecten worden ingezet. Cursussen worden gegeven. Dus er is een heel netwerk van mensen die permanent moeten reorganiseren en daar hun brood mee verdienen. Daarnaast zijn er ideeën die leven over een veranderende wereld. En dat is natuurlijk allemaal waar. En wil iedere minister ook zo'n stempel drukken op het onderwijs? Die wil niet alleen op de winkel passen, want dat is niet sexy. Je wil aan het einde laten zien van, ik heb echt iets gedaan. En wanneer heb je echt iets gedaan? Wanneer je gaat reorganiseren, wanneer je met nieuwe maatregelen komt, nieuw curriculum, een nieuw stelsel, enzovoort. Dus je ziet dat allerlei mensen behoefte hebben aan verandering en dat die verandering wordt ingegeven door een netwerk waar ideeën bestaan over de toekomst. Nou, we kwamen ze eigenlijk zo even al even kwamen ze voorbij. Gedachten over de 2032. Zaken die dus moeten worden aangepast. Een van de ideeën is, we hebben integrale kennis nodig. Dat is natuurlijk helemaal waar, hè? Natuurlijk. Je moet niet alleen wiskunde kunnen, je moet hem ook kunnen toepassen. De vraag is alleen, hoe leer je het beste? En die verwarring, die zie je permanent. Zeggen, je moet het in de toekomst kunnen combineren. Kortom, we laten ze geen rekensom meer maken, maar we zeggen van, jou fietst van A naar B met zoveel tegenwind. En zo moet je gaan leren rekenen. En de tafels worden niet... Dus wat je krijgt, is men gaat het geïntegreerd aanbieden. Dat is eigenlijk een grote verwarring. We gaan het geïntegreerd aanbieden, terwijl vroeger die vakken zijn ontstaan, juist om te zorgen dat je de onderdelen leert, dat je daarin kunt oefenen en dan moet je het ook bij elkaar brengen. Nou is daar in het verleden ook al, zijn er ook allerlei dingen misgegaan, maar wat je nu ziet, is dat men wil geïntegreerd aanbieden. Men zegt ook, die kinderen moeten gemotiveerd worden, dus moeten ze het idee hebben wat ze ermee kunnen doen. Ja, en dat zijn hele krachtige ideeën in dat veld.
En daardoor zeggen mensen, hé, maar dan moeten lerarenopleidingen moeten anders, op scholen moet het anders. Dan gaan we dat, hoe we die, het gaat om het kind zelf. Dat is ook, het is eigenlijk vanaf de jaren 90. Alsof het de oude leraar die jij bent geweest, hè, maar, en die jij hebt gehad, alsof die het niet om het kind zelf ging. Nou, geen leraar ben ik geweest, hè? Nee, maar goed, in je vorige leven. Ja. Er is dus dat is een motto wat je vaak hoort, het kind zelf. Ik zeg, dat is eigenlijk een hele foute discussie, want het suggereert alsof de mensen in het verleden niet met het kind zouden zijn bezig geweest. Dat zijn ze ook. Ze hadden alleen een ander idee over wat goed was voor dat kind. Kijk, en daar moet je het dan over hebben. Je moet niet komen met het kind zelf. Tuurlijk, het gaat om het kind zelf. Heel helder. Alleen de vraag is, hoe breng je het beste een vak bij? Wat vind je cultureel belangrijk voor het kind zelf? Ja, en hoe kan hij zijn vervolg op je traject het beste afleggen? Nou, in plaats daarvan sinds de jaren 60, 70 eigenlijk een idee ontstaan waarin je steeds meer ziet hoe men persoonlijkheidsontwikkeling eigenlijk tegenover meer, laten we zeggen, een vakinhoudelijke culturele ontwikkeling gaat plaatsen. Want dat is allemaal paternalistisch opgelegd, dus je moet meer naar het belevingswereld van het kind. Ja. Geïntegreerd aanbieden enzovoort. Ik had aan deze tafel, en dat moet ik toch nog wel even zeggen, had ik eigenlijk een derde gast willen hebben. Een voorstander van Onderwijs 2032. Mm-hmm. Dus ik heb in eerste instantie Sander Dekker gebeld voor deze uitzending, maar die moest altijd te druk. Maar goed, die gaat morgen naar mijn oude school in Amsterdam met mij. Dus dat vind ik eigenlijk misschien nog wel... wel beter. Ja, ik heb graag met hem aan tafel gezeten. En interessanter. Maar... Toen heb ik Paul Snabel gebeld. En die mailde mij terug. Geachte mevrouw Meijs, ik heb een concert die middag. Toen dacht ik, ik zal je hebben. Dus ik mailde hem terug. Ik wil u heel graag als gast hebben. Maar dan ga ik toch de uitzending een maand verschuiven. En toen mailde hij mij terug, mevrouw Meijs, dan heb ik ook een concert. Een witje en daarachteraan. Het is nu al een jaar geleden dat ik het rapport heb uitgebracht. Hij is weer met iets anders bezig. Over gezegd. Ja. Toen heb ik Rinda de Mester gebeld, de voorzitter van de PO-raad. Nou, die heb ik niet eens aan de telefoon gekregen. Dan kreeg ik een vriendelijk telefoontje van... dat ze niet beschikbaar was en het veel te druk had met andere dingen... En toen heb ik nog de stichting INOS, dat is een scholenkoepel hier uit Breda, die het 2032 al ingevoerd heeft. En de collegevoorzitter van bestuur zit thuis, want ze moeten 20 leerkrachten ontslaan, omdat ze de prognose niet goed was van het leerlingenaantal. Ja. En ze hebben de mensen niet ingelicht over de veranderingen. Mm. En daar is een PABO-directeur nu lid geworden. En ook die heeft het te druk om Dus we hebben geen voorstander. We moeten het maar samen doen. Nee, maar dat is natuurlijk ook een bekend verschijnsel. Dus dat je merkt dat een open gesprek over deze thematiek dat heel lastig is. En dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik ben bij betrokken geweest nog in de presentatie van het rapport. Ik kreeg het toen toegestuurd en ik heb een vrij kritisch gesprek gehad over de inhoud ervan. En vervolgens zie je dat Beter Onderwijs Nederland is gekend bij de totstandkoming van het rapport. Dat staat achter in het rapport. Vertel even over de onderwijscoöperatie. Want ik denk dat de meeste mensen ook helemaal niet weten wat een onderwijscoöperatie is. Ja, goed. Dus we hebben het rapport gekregen. Ja. Dat is wat ik net over vertelde. Met die kernvakken en die domeinen. Dus dat betekent dat die vakstructuur wordt losgelaten rond bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis. Dus dan ga je veel meer thematisch benaderen. Engels wordt ingevoerd in het basisonderwijs. In groep 1, bij de kleuters. Groep 1, dus je kijkt niet dat we nu al 14% functioneel analfabeten hebben die het basisonderwijs verlaten. Nou, dat heb ik ook allemaal gezegd tegen die dame. Ik zeg, we hebben problemen, maar is dit de oplossing? Dat rapport is verschenen, daar is toen meteen kritiek op gekomen, ook in deze lijn, wat ik eigenlijk net schets. Toen heeft de voorzitter van de onderwijscoöperatie, die heeft eigenlijk ongelukkige actie, heeft verklaard... Dat, het is een bond voor... Ja, dus de onderwijscoöperatie is een coöperatief verband.
waar destijds ook Beter Onderwijs Nederland in zat. Ja. Er zitten onder andere de AOB in, CNV en zijn vakverenigingen. En in het verleden dus ook wij. De voorzitter ervan is Joost Kentson. En die heeft eigenlijk in reactie op dat rapport, waar toch al wat kritiek op was. Ja. En zeker ook van onze kant. Van leraren, want zij zeggen van voor en door de leraren. Ik ben zelf ook een leraar. Ja. Dus, maar dat geldt ook voor de mensen in onze vereniging, op onze website. Maar ook daarbuiten. Dus er was behoorlijk werk wat tegenwind. Toen heeft hij op een ongelukkig moment, heeft hij tijdens het Kamerdebat, heeft hij verklaard dat de onderwijscoöperatie meeging. Maar goed, ja, het bestaat ook uit 5 leden en wij waren daar eigenlijk helemaal niet in gekend. Die brief is dus behoorlijk op hem teruggeslagen. Vervolgens is dat weer naar buiten gekomen. En heeft wat de staatssecretaris ertoe heeft gebracht om eigenlijk samen met de Kamer te besluiten om de onderwijscoöperatie dan een onderzoek te laten uitvoeren naar het draagvlak over 2032, ja, over deze curriculumhervorming, ja, en hoe de leraren dan betrokken zouden worden daarbij. Nou ja, dat is het voorjaar heeft dat plaatsgevonden, het zomer. En het najaar. En dat is ook het moment geweest waarop wij eigenlijk merkten dat we dat niet meer deel uit konden maken van deze club. Omdat de manier waarop het ging niet strookte met de uitgangspunten voor gedegen onderzoek die wij het liefst op nahouden. Dus toen zijn we eruit gestapt. Want je zat erin met de AOB en met CNV onder andere. Ja. Ja. En vakverenigingen, ja. En die hadden toch in het begin, de AOB heeft toch ook heel veel bezwaren gehad. En nu gaan ze dus toch... Kijk, het gaat om de manier waarop. Dus je merkt dan al snel dat er gewoon geen gedegen onderzoek plaatsvindt. Dat mensen dat dan ook maar prima vinden. Ik heb inmiddels lang genoeg die onderwijsprocessen meegemaakt om te zien dat dat de manier is waarop je ongestoord verder kunt gaan. Want dan komt er een half rapport uit van dit en de leraar moet toch betrokken worden. Ik weet niet of ik in mijn aankondiging van jou, jij bent ook blogger, onderwijsblogger. En hier heb jij over geschreven. Ja, Mark heeft er ook over geschreven. Hoe is dat draagvlak? Hoe is dat gegaan? Ja, dat draagvlak, om te beginnen. Mijn ervaring in de praktijk is sowieso dat heel veel leerkrachten niet eens van het bestaan van onderwijs 2032 weten. En als ze het al weten, weten ze er al weinig van. Ik heb meegedaan aan dat onderzoek wat Ad zojuist schetste. En dat onderzoek heette de verdiepingsfase, waarin eigenlijk dat draagvlak van leerkrachten onderzocht werd. Ik ben bij verschillende bijeenkomsten geweest. En ik heb wat je eigenlijk zag was dat er... dat nooit representatief kon zijn voor het gehele onderwijsveld, zou ik maar zeggen. Ten eerste ben ik op bijeenkomsten geweest waar maar één leerkracht was. Voor de rest waren daar een hele hoop niet-leerkrachten. Ik ben ook een keer in de Bali geweest. Dat netwerk was er dan vooral, zeg maar. Ja. Ik ben in de Bali geweest, was ik ook een debater. Die ik vandaag het liefst ook had willen zijn met een derde gast. Maar op die avond waren er ook van de 35 personen misschien maar 10, 15 leerkrachten. De rest was het bestuur van de onderwijscoöperatie zat er zelf ook bij. Ja. En die gaven ook op zo'n avond een mening. En ook die mening werd meegenomen. Terwijl ik dan heb zoiets maar je wil de mening van de leerkracht weten. En daar kom je op deze manier niet achter. Nou ja, ik heb daar met ene Frans van Haandel ik daar een blog over geschreven. We hebben eigenlijk helemaal uitgediept van waarom je nooit op basis van die verdiepingsfase van dat onderzoek naar draagvlak en naar hoe de leerkracht daar dan een rol in zou moeten spelen, dat je daar eigenlijk nooit de conclusie uit kunt trekken. Omdat je gewoon niet voldoende mensen bereikt. En het onderzoek ook op een bepaalde manier een heleboel punten had die de betrouwbaarheid beïnvloeden, zou ik maar zeggen. Dat zegt natuurlijk meteen ook over de situatie in het onderwijsland. Hè. Dus waar ik al mee begon, ouders zijn niet op de hoogte van iets wat toch heel ingrijpende gevolgen heeft. Leraren zijn er ook niet echt van op de hoogte, maar hebben ook een soort vermoeidheid gekregen. Omdat er gewoon reorganisatie op reorganisatie komt, stelselwijziging. En die denken op een gegeven moment, het zal wel, we zien wel wat er gebeurt. Terwijl dit echt een majeure verandering is, een hele grote verandering. Als dit doorgaat, dan zijn de consequenties niet te overzien. Wij zaten op dat symposium, hadden wij met de onderwijsfracties van politieke partijen
een discussie. En ja. Ik weet nog dat een van, de, van die fractievoorzitters zei... Het gaat door. Dit is eigenlijk al besloten. Dit gaat sowieso door. Daar heb ik mij nog lang niet bij neergelegd. En Mark ook niet. Inmiddels is het tij ook wel iets aan het keren. Maar dat geeft inderdaad wel aan hoe het gaat. Dus er is een netwerkstructuur en mensen gaan even met elkaar eten of die gaan met elkaar hebben ze een afspraak en dan zit je de juiste mensen in de goede commissie en de politiek, die gaat het eigenlijk alleen om vooral het halen van de meerderheid. We moeten gewoon zorgen dat als we maar aan die 76 komen, ja. ook al zijn er dan 74 mordicus tegen, dan heb je het binnengehaald. Ik heb zelf van die ledenraadpleging ook meegedaan. Je kon eigenlijk alleen maar positief zijn. Een beetje ermee eens, helemaal mee eens. Ja, ja. En verder was er eigenlijk helemaal... Dat was een van die punten. Dat was een online discussie, daar heb ik ook aan meegedaan. Dat maakte deel uit van het draagvlakonderzoek. En dat viel mij ook op. Je had eigenlijk of helemaal niet. En dan vanaf dat was het enigszins... Ja. Bijna wel of volledig wel. Maar goed, dit zegt dus iets over politieke cultuur. Dus dit is de manier waarop je ook in Nederland grote veranderingen door. Dan stel je een commissie in van deskundigen en die gaan dan wetenschappelijk gelegitimeerd, zogenaamd, een advies uitbrengen. Dat wordt dan overgenomen en dan zegt, er is onderzoek naar gedaan en dus het is helemaal in orde. En wat er ondertussen gebeurt, is dat je dus in de samenstelling van die commissie bepaal je al delen van de uitkomst. In hoe het onderzoek wordt gevoerd bepaal je delen van de uitkomst. Het blijkt dat de betrokken groep eigenlijk nauwelijks wordt gehoord en kritiek onvoldoende wordt verwerkt. Maar aan het einde heb je de 76... Luister even. Ja, ik luister. Heb je aan het einde... Je vraagt, wat is er aan de hand? Ja. En aan het eind van de rit gaat het er gewoon om dat zo'n minister 76 stemmen krijgt. Ja, en 5 jaar later is die weer weg. Netelen Bos, is die nog bezig met onderwijs? Helemaal niet. Nee. Maar ze heeft gescoord door een nieuw programma in te voeren. Kijk, maar dat is het probleem. Ja, nu... Kijk, er gaat om, mensen zitten dus niet vanuit een betrokkenheid, langdurige ervaring bij iets. Nee. Ze zijn met een politieke agenda bezig, zitten daar met een netwerk en ze organiseren meerderheden. En ze komen niet uit het vak. Nou, ik wou eigenlijk constateren dat het eigenlijk een monsterverbond is tussen de ideologie van de zelfontplooiing en die van de marktwerking. Zeg ik dat... Dan ga je wel weer heel snel. Ik moet door naar Mark. Nee, maar dat is het toch. Ontdekkend leren. Onderwijs op maat. Die kinderen worden veel te snel op hun... Verschillende dingen tegelijk. Ja, dus, maar ik wil dus even nog naar het basisonderwijs. Ja. Want Mark, die pabo's zijn nog steeds dramatisch... slecht. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom zoveel jongens geen mannen, geen meester meer willen worden. Wil je daar iets over zeggen? Ja, daar wil ik zeker iets over zeggen. Toen ik eenmaal de opleiding begon, ben ik wel geschrokken van wat ik daar aantrof. Want ik dacht toch echt dat ik een vakbekwaam leraar zou worden, om het zo te zeggen. En je komt er een heleboel zaken tegen die eigenlijk, waarvan ik denk, die eigenlijk gewoon kinderachtig zijn. Laat ik het gewoon maar zo zeggen. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, je hebt dat ene boek, Meester Mark draait door. Dat gaat niet over mij gelukkig. Maar daarin beschrijft hij dat hij een vis moest kleien en dat hem dat totaal niet lukte. Maar dan deed hij er een mooi evaluatieverslag bij en dan kreeg hij alsnog een 7. Het is een heel concreet voorbeeld zoals het inderdaad gaat. Terwijl ik juist diepgaand wilde leren van hoe ga je dan met zo'n kind om? En wat is dan effectief en wat is nou goed onderwijs geven? En hoe leg ik iets uit? Nou ja, dat is ook, dat is ook het beeld wat er bij het onderwijs vaak is van de grote zijinstroom die je toen had. Er is niets mis met iedere zijinstromer, begrijp me niet verkeerd. Maar men had toen ook het beeld van, je zet iemand voor een groep neer en die kan het wel uitleggen. Maar door de jaren heen ben ik eigenlijk wel gaan beseffen dat juist dat uitleggen, het gaat er niet om of ik de kennis heb en of het kind de kennis hebt. Het gaat er vooral om hoe ik die kennis aan dat kind overbreng. En dat heb ik op de pabo met alle... respect. Met alle respect. Maar dat wordt eigenlijk altijd gezegd met alle respect. Dat betekent eigenlijk totaal geen respect hebben. Ja, kijk, en hoe dat nu is,
dat vind ik gevaarlijk om te zeggen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik heb er ook een stuk voor geschreven voor het vakwerk voor Beter Onderwijs Nederland, ja. Voor het blad, voor het komende december, zeg maar, voor de komende december uitgaven. En daarin zeg ik ook van ja, de signalen die ik nu nog zie van stagiaires, van mensen die ik over spreek, die zijn niet veel beter dan hoe het was. Ja. Ja, en dat is vakdidactiek. Hè? Dus we hebben het hier weer over het vak. Nou, ja. Dus hoe leg je breuken uit? En dat moet je dus leren. En op het moment dat je dus die integrale methode kiest, en daarom zeg ik, is dit een rampzalig plan. Want dan verlies je dus juist dat vermogen om een vak uit te leggen. Hoe behandel je iets. En dan ga je dus zeggen, nee, dan wordt een leraar meer een procesbegeleider die helpt bij de persoonlijke ontwikkeling. Terwijl het erom gaat dat je kinderen kundes bijbrengt. Ja. Dat zijn de echte skills. En daar hoort dit dus bij, dat je leert hoe je een vak onder de knie krijgt. En als de leraar het dan niet meer leert, ja, hoe gaat het dan met de leerling? Ja, dat is een beetje wat neerkomt op wat jij net ook uitlegde van de leerling centraal. Ja. Ik heb hem... Ik heb genoeg boeken gelezen, maar ik heb laatst ook een boek gelezen over een Amerikaans, van een Amerikaans schrijver. En die heeft dan uit allerlei onderzoek eigenlijk geconcludeerd van joh, op het moment dat je leerling centraal gaat denken en de leerling laat bepalen hoe het hoort, dan hebben vooral leerlingen daar baat bij als ze uit een rijke, sociaal-economische, rijke gezinnen komen. De lagere economische klasse, die heeft daar heel veel moeite mee. Dus wat je eigenlijk doet, is die kloof alleen nog maar groter maken. En ik zeg dus ook altijd, joh, je moet niet het kind centraal zetten en je moet de leraar centraal zetten. En liefde voor die kinderen hebben. Het is vloeken in de kerk. Dat is wat je doet. Op het moment dat ik dat ergens zeg, dan kijkt men mij toe gaan van, ja, hoe durf je zoiets te zeggen? Maar dat jij het gaat om het kind. Ja. Dat jij het nog kan zeggen op jouw school. Maar het belangrijke is, dit is een valse tegenstelling. Want je zet het vak centraal. Ja. Maar je stelt je ook als leraar in dienst van het vak. Ja. Dat zeg ik ook. Je stelt je in dienst. Dus als je het over burgerschap hebt, hoe leer je dat? Door dat te laten zien dat de leraar zich in dienst stelt van een vak. Ja, en de idee is dat het kind zich juist daardoor ontwikkelt. In die zin staat het kind wel degelijk centraal, maar op een heel andere manier. Ja, dus je zegt, doordat je dat vak goed krijgt, krijg je iets mee voor het hele leven. Waarmee je later iets kunt en waarmee je een zeker respect verdient wat terecht is. Nou, ik denk dat ik tegen Sander Dekker morgen ga zeggen van dat ik het geestelijke kindermishandeling vind. Ja, precies, en dat is iemand op Twitter die antwoordde mij, jij durft. En toen dacht ik, ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Want het is, kijk, ik geef nog heel veel bijlessen, ook aan PABO-studenten, die ik dan nog moet leren wat de persoonsvorm is. En dan moeten ze aan persoonsvorming ook gaan doen. Het is dat jij nog meester wordt. Het vak is uitgehold. Daarom vind ik het fantastisch dat je toch voor het vak gekozen hebt. En hij maakt dus weer een hele andere draai. Want Sander Dekker denkt dat als er maar meer geld naartoe gaat, dat het dan vanzelf in orde komt. Laat ik het ook zo zeggen, had ik niet op de school gezeten waar ik nu zit en waar ik echt met alle plezier werk, dan had ik op een gegeven moment ook uit het onderwijs gestapt. Want op het moment dat ik die stap maakte naar de school waar ik nu werk, toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, als dit het niet is, ja, dan houdt het op. Dan ben ik blijkbaar niet geschikt voor het onderwijs. Nou, want het is of ligt het aan mij? Het is heel bijzonder dat jij daar zit. Want ik kan ook niemand uit het basisonderwijs hier krijgen om daar zijn mening over te zeggen. Omdat er enorm geïntimideerd wordt of met ontslag gedreigd wordt. Nou, heel zorgelijk. Ik zit heel veel op Twitter ook. Ja. En even voor alle duidelijkheid, waarom doe ik dit soort dingen en waarom ben ik zoveel met onderwijs bezig? Juist ook omdat ik gedreven mag zijn op mijn werk om te doen met een grote autonomie, zoals dat dan heet. Ik mag een heleboel op mijn eigen manier inrichten binnen bepaalde richtlijnen. En ik zit dus ook heel veel op Twitter. En ja, je komt daar heel veel leerkrachten tegen die... Ja, wij kennen elkaar van Twitter, hè? Ja, wij kennen, ja, toevallig. Maar je komt daar heel veel leerkrachten tegen die opereren daar anoniem. Die hebben een schuilnaam, een afbeelding die totaal niks met zichzelf te maken hebben. Ja. En laatst was er dus weer een leerkracht die zet dan neer van ja, het bestuur krimpt met 30 leerlingen. Nou goed, dat kan gebeuren. Je zou zeggen, oké, dat kost je 1 leerkracht, misschien 1,5. Nee, er moeten er 10 uit. Want er zijn grote financiële problemen. Maar dat mocht ze eigenlijk niet op Twitter, als het een zij is, want dat weet ik dus eigenlijk ook niet. Maar dat mocht ze eigenlijk niet op Twitter neerzetten, want er was een
embargo. Er mocht niks gezegd worden. En dat zijn die ontwikkelingen. Ja. Dat is ook een reden waarom zo weinig basisschoolleerkrachten eigenlijk zo weinig zeggen. Ja, maar dat weet ik. Maar als ik nou morgen tegen Sander Dekker dit ga zeggen, dan zegt hij, want dat heeft hij al eens eerder gezegd, jullie moeten een beetje flink worden. Jullie moeten je eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar die mag je niet nemen. Bovendien zitten ze zo gevangen in een administratief systeem dat ze zich ook helemaal geen tijd hebben om zich in dingen te verdiepen. Mensen die hun nek uitsteken, die krijgen gewoon de zak, zo noem je dat. Ik heb vorige week toevallig een gesprek gehad met Sander Dekker. En toen zei hij dat ook, van leerkrachten moeten die autonomie ook gewoon pakken. En toen heb ik ook gezegd, maar dat is nou precies wat ik vaker zeg, zo werkt de praktijk niet. Vaak wordt er vanuit beleidsmatig denken gedacht, maar zo werkt de praktijk niet. Als jij als leerkracht al de moed hebt om dat conflict aan te gaan met je leidinggevende of met je bestuur, en je hebt nog eens het doorzettingsvermogen, dan trek je het nog steeds aan het kortste eind. En ik ken ook leerkrachten die hebben dat, die moed en dat doorzettingsvermogen, met een advocaat eraan toe. En dan geeft die advocaat, de rechter geeft ze dan gelijk. En dan moeten ze vervolgens nog dat gelijk, dat krijgen ze nog steeds niet. En dan krijgen ze nog steeds de kosten niet terugbetaald. En dat conflict dat hobbelt verder. En op een gegeven moment ben je uitgeblust, hoe sterk je ook bent. En dan komen we ook op dat monsterverbond. Wanneer we het over dat netwerk hebben, dan hebben natuurlijk scholen ook belang bij een bepaalde invulling van dat programma. Althans, vaak schoolbesturen. We hebben het zo georganiseerd dat die ook eigen zeggenschap hebben over het geld. Dus die leraar die is ook in hoge mate overgeleverd aan dat schoolbestuur. Wanneer zo'n nieuwe didactiek komt, kan het dus worden uitgerold. En dan kun je wel tegen gaan protesteren. Maar dan kan je het zwijgen worden opgelegd. Ja? En dat is de situatie waarin je dan vervolgens terechtkomt met elkaar. Ik heb het zelf meegemaakt tegen het einde van mijn pensioen. Alleen, ik heb het gewonnen, maar ik had het net zo goed kunnen verliezen. En dan had ik hier niet zo leuk gezeten. Dat is dus gek, hè? Want we leven in een vrij land. Maar dat betekent dat we kunnen kiezen. Dat we kunnen stemmen. Hè? Maar in heel veel instituties waar mensen werken, het onderwijs, maar in de zorg zie je dat ook, ervaren ze juist een hoge mate van onvrijheid. Ik heb een aantal jaren geleden, gaf ik een lezing over beroepseer. En toen werd ik na afloop aangesproken. En ik schetste daar eigenlijk de manier waarop die professionals eigenlijk in de verdrukking komen. En toen kreeg ik na afloop, kwam een dame naar me toe, die had in Oost-Duitsland, kwam uit Oost-Duitsland. Toen zei ze, ik heb een gekke ervaring. Zei ze, ik ben weg en ik kwam in Nederland aan. Ik was hier zo blij, eind jaren 80, dat ik hier kon werken. Dus in de laatste jaren denk ik van, het begint steeds meer, het is net zoals vroeger in Oost-Duitsland. En dat is dus heel fascinerend, omdat je dus in die structuren komt, waar je allerlei verboden krijgt. Waar je ziet dat je, doe je het niet, dan word je ontslagen. Ja, gewoon, je mag niet, je mening niet meer zeggen. Dus dat is een mate van onvrijheid, gewoon in het concrete werkende leven. En wat denk ik een van de redenen is waarom mensen die dat kunnen, die worden ZZP'er of die willen uit die brede organisaties, omdat ze die heel beklemmend vinden. Maar dat gaat het onderwijs niet. Nou die ZZP'ers. In Amsterdam is het docenten, de leraren, zijn er niet meer voor de vervangingen. Maar die flexwet, als ze 3 keer komen op een basisschool, dan moeten de basisscholen een vaste aanstelling hebben. Nou, ze zeggen dat ze het geld niet hebben. En een enorm tekort. En nu hoorde ik dus dat Jet Bussemaker net deze week besloten heeft dat onderwijsassistenten die alleen een MBO 1 of 2 hebben gehaald, worden voor de klas gezet. Iedereen wordt van de straat gehaald om Maar dat is ook precies de reden waarom wij gezegd hebben, je moet zorgen dat geld op een andere manier wordt toegekend en dat die overheid een veel meer greep krijgt op wat er met dat geld gebeurt. En misschien bij voorkeur dus ook eigenlijk leraren die niet geheel afhankelijk worden van schoolbestuurders, zoals eigenlijk op dit moment het geval is. En daarom moeten mensen vooral ook lid worden van Beter Onderwijs Nederland. Nou, dat wou ik straks even. Heel goed. Het is maar €15 per jaar. We zijn een vrijwilligersvereniging. Het kost soms geld om dit werk uit te voeren. Ja. Maar we doen het met liefde, passie en overtuiging. Zonder meer. Want het gaat om onze kinderen. Ik zou eigenlijk willen zeggen tegen Ad of dat ik vind dat het toch heel veel op de problematieken van de zorg lijkt. Absoluut. Omdat
En dat zie je nog, dat wij onze ouderen verwaarlozen in die bejaardentehuizen. Maar dit gaat om onze kinderen. Ja. Want ik ben nog van een dubbeltje, een kwartje geworden door het inspirerende onderwijs wat ik gehad heb. En nee, maar bij die, dus je hebt helemaal gelijk. En ik denk dat het een hele mooie vergelijking is. Kijk, bij die ouderen zie je dan, zeg maar, dat het hun fysiek slecht gaat. Ja, bij kinderen zie je het vaak dat het psychisch minder wordt, maar dan krijg je pas veel later door. Dus dat ze krijgen allerlei aandachtstoornissen. Dat is dyslexie. Alles wordt gelabeld en er wordt weer een speciaal traject opgezet. Maar dat zijn de effecten. Zoals bij die ouderen, zeg maar de doorligwonden, dat is de dyslexie. En dat zijn de concentratiestoornissen. En we stoppen de pillen in om dat op te lossen. Dat zeg ik. En nog even, om niet te noemen, die dingen die je eigenlijk helemaal niet meer ziet. Ja? Dus dat er nu 10% minder jongens naar meisjes naar HAVO of VWO gaan. Omdat die jongens gewoon onderpresteren, geen goede voorbeelden meer krijgen, met disciplineproblemen kampen. Ja. Dat inderdaad de minder bedeelden, wat Mark terecht ook zegt, dat de minder bedeelden het slachtoffer worden. Want bijna iedereen die kinderen heeft, merkt dat die huiswerkproblematiek enorm is. Kinderen de school daar onvoldoende op toeziet. Of dat er allerlei werkvormen zijn waarin ze niet wordt geleerd wat ze moeten doen. Wat zie je? Dus een hele bijlesindustrie. Kost €300 per maand. Jij doet het zelf ook. Maar niet voor 300 in de maand. Nee, maar dat zijn dus instituten die ontstaan. Nee, en ook geen bureau. Maar je weet wel wie zich dat wel kunnen veroorloven en wie niet. Nou, en dus precies. Ook op die manier ontstaat het. Maar daarom wil ik ook naar die Linnaeusschool. En dan kom je dus met een rapport en dat zegt de zelfontplooiing. Maar je kijkt dus niet wat er nu gebeurt. Nee. We zijn al bijna aan het uitvallen. Maar ik wil toch even naar het publiek toe. Of er nog iemand mag, is. Ik wil nog één ding toevoegen. Ja? Want ik kan het nog te zien als ik nog we iets... We mogen iets uitlopen. Dus, als ik nog iets wilde zeggen van wat hebben leerkrachten nou vooral? Behalve die gelatenheid ook omdat ze gewoon het vertrouwen missen van... Jij bent de leerkracht en jij kunt het. En jij moet het doen. Het vertrouwen, net zoals dat er op burgerschap wordt ingezet... En dat ik denk, denken ze nou echt dat we daar niet mee bezig zijn met burgerschap? We zijn dag en nacht eigenlijk op school met burgerschap. Het is een onderdeel van ieder vak. Op het moment dat er iets een vak van. Nou, Erik van Hetzelfde die zegt, soms gebruik ik het geld om de kinderen een nieuwe winterjas te geven. Ja. Je bent met hele basale dingen. Ze zijn echt totaal de weg kwijt. Dus je ziet niet dat burgerschap, ik moet je Aristoteles Ethica al lezen, dat leer je in onderlinge relaties en in verhoudingen. Daar leer je respect op te brengen, te luisteren naar anderen. En natuurlijk moet je daar een element bij hebben dat je iets vertelt over de rechtsstaat en over democratie. Maar het begint met het aanwennen van de juiste houding. Maar wat gebeurt er nu? Zeggen ze, dat is wel belangrijk, burgerschap. Want ze moeten natuurlijk, als ze van school afkomen, moeten ze wel een beetje weten wat dat is. Ja, ze zouden wel dezelfde mening hebben als je dan niet dezelfde mening, maar we hebben dan het idee, dat is normen en waarden enzovoort. Ja. Terwijl dat begint natuurlijk gewoon integraal in heel zo'n school. Wat doet een directeur? Wat doet een directie? Wat kan een leraar? Wat doe je in je vak? Breng je respect op? Enzovoort. Daar begint burgerschap. Ja, het is ook echt niet zo dat na Parijs... schoolleiders moeten zelf verstand van onderwijs hebben. En die hele PO-raad en de VO-raad, die kunnen weg. Ze verslinden geld, zitten allemaal mensen in die totaal geen verstand van onderwijs hebben. Maar het is ook echt niet zo, om even op de burgerschap terug te komen, dat op het moment dat Parijs is geweest, bijvoorbeeld, de bomaanslagen in Parijs, dat we dan de volgende dag zeggen, jongens, daar gaan we het niet over hebben, want we hebben geen burgerschap op het programma. Natuurlijk heb je het erover. Het wordt al lang gegeven. Ja. Nou ja, zijn er nog vragen? Wat vreemd. In het hele onderwijs vind ik er erg veel zesjes mensen en zes min mensen zitten. Ja. Ik vind het zo jammer dat de goede mensen vanuit het onderwijs pas verder gaan studeren. Ik heb het zelf ook gedaan, maar goed. Ja. Dus dan ga je het aanzien dus van de leraar. Ja. Dat is een beetje... Ik kan ook schoenmaker zijn of weet ik veel. Ja. Dat is dus... Daar moet ook iets aan gedaan worden, aan die PR. Maar dat is helemaal terecht. Maar dit is eigenlijk, zo zie je dat onderwijsproblemen, en dat is ook iets wat wij binnen onze vereniging altijd benadrukken, dat zijn integrale onderwijsproblemen. Als je het over de problematiek hebt in het basisonderwijs, dan heb je het ook over de problematiek van het hoger beroepsonderwijs, van de PABO's.
Want omdat daar ook veel mis is, zie je dus dat de kwaliteit van docenten in het HBO, dus niet alleen de PABO, maar zeker ook op het HBO, het hele HBO, ernstig te wensen overlaat. Dus waar je in Duitsland ziet dat eigenlijk mensen op hogescholen, die moesten gepromoveerd zijn, ja. Ja, kwam je, ik bedoel dat in Vlaanderen idem. Gewoon mensen gewoon die een promotie hebben gedaan. Dus die leiden vervolgens leraren op. Nou, wat zag je bij onze HBO's? Ze hadden soms niet eens een universitaire opleiding. Ja, dus die zaten op een HBO met zelf een HBO-achtergrond. Ja, ga dan maar boven je vak staan en weten wat dat is. Dat kan niet. Dat kan dus. En dat is dus het verschil met de vroegere kweekschool ook. Is dat de kwaliteit van de docenten ook enorm achteruit is gegaan. En ik denk dat er nu wel een langzame bewustzijn daarover ontstaat. Maar je hebt helemaal gelijk. Dus het gaat ook over de kwaliteit van de docenten in HBO en op de universiteit. Nou, dat is eigenlijk het allergrootste pijnprobleem in het onderwijs, om mee te beginnen. Ja. De opleidingen van de docent. Ik ben zelf tot nog op de ouderwetse kweekschool gezeten. En als je ziet hoe wij echt klaar... Het vak leer je natuurlijk in de praktijk. Maar wij hadden wel de bagage om ver boven die stof te staan. Ja. Nou ja, en daar ga ik me tot mijn laatste adem... ga ik me daarvoor inzetten. Ja. Om me daar sterk voor te maken. Ja. Ik heb natuurlijk ook 30 jaar in het onderwijs gewerkt, voor het beroepsonderwijs. Maar met dit verhaal, daar word ik heel somber van. Want wat kunnen wij nou in godsnaam doen? Want je schetst een beeld van de politiek die bijna ondoordringbaar is. Je ziet mensen die met andere dingen bezig zijn. Ouders, mensen in het onderwijs die ook niet durven. Heb ik ook veel gezien. Ja. Maar wat is nou, hè, in het kader van Kerstmis... De kerstboodschap. Precies. Ja. Ja, precies. Nee, nou, kijk, ik denk dat het begint natuurlijk met de bewustwording. Dus daar zijn we al 10 jaar mee bezig. Gelukkig wordt dat her en der ook opgepakt. Daar eindigde ik al mee. Dus je ziet dus ook dat... En op andere plaatsen dat het ook al gewoon goed is. Dus neem een IVA. Dat is een HBO-opleiding. Is het voor de automobielbranche. Een fantastische opleiding. Dus het gebeurt op bepaalde plaatsen in Nederland. Is het echt de zaak in orde. Maar het gaat inderdaad om de grotere beweging. En wat wij dus benadrukken is zorg dat je dat vak serieus neemt. Het idee van, niet omdat het vak heilig is, maar omdat het vak de didactische manier is om iets over te brengen. Investeren in leraren. Je merkt wel dat langzaam dat tij wat gekeerd is. Hè? Want, en zorg dat je die initiatieven die goed zijn, dat je die versterkt. En nogmaals, ik denk dat je nu op verschillende terreinen wel ziet dat er iets gebeurt. Alleen, dan komt er weer zo'n gek plan. Waarvan wij nu zeggen, we hadden net weer het bewustzijn over het belang van kennis. Dat mensen dat weer eigenlijk opnieuw gingen waarderen. Dan zie je dat dit komt wat er helemaal tegenin gaat. En wat nu juist in de jaren 90 het probleem heeft veroorzaakt. En op het mbo eigenlijk zaken heeft. Daarom ageren we nu natuurlijk ook zo sterk. Hè? Maar het is niet zo dat er alleen maar ellende is. Hè? Maar je moet wel waakzaam blijven en je moet wel zien wat er ook echt mis is. Maar je praat over je en ik denk, wat kan ik? Ik ben niet je. Wat kun je zelf doen, denk ik, is wat heel belangrijk is natuurlijk lid worden van onze vereniging. Ja. Dat sowieso. maar ik denk dat betrokkenheid van ouders, dat is, ook ouders zouden zich, oud-docenten, op allerlei manieren moeten verbinden. De manier om iets te veranderen is door je te verbinden. Eendracht maakt macht. Dat wisten we al in de 17e eeuw. En dat is wel op dit moment, denk ik, noodzakelijk. En zorg dat je op de goede politieke partij stemt. Want dat is... Bij de SP, ik ben geen socialist, bij SP zie je wel een fatsoenlijke onderwijsagenda. In mijn mening, bij het CDA is hij een stuk vooruit gegaan ten opzichte van het verleden, moet ik ook eerlijk bekennen. Bij de PVV zie je, ook, moet ik erkennen, zie je ook wel degelijk goede... D66
Half nou, en half. Ik heb net op Twitter een artikel wat ik heb geschreven, wat nu heel veel... De onderwijspartij bestaat niet. Want ook D66, die zich dan onderwijspartij noemt, nou, het is werkelijk schandalig. Nee, dus, ze zeggen alleen maar van zoveel geld daar naartoe, de miljarden verdwijnen gewoon in het niets. Ja. Dus ik ben, ja, tenzij we ons een soort revolutie... Een revolutie kan ook altijd nog. Een geweldloze revolutie uiteraard. Maar er zal iets moeten gebeuren. Want ik moet zeggen, eergisteren ging ik nog in met Graham Locke. Hoe die het schetst van dat het kind een product is geworden. En dat we moeten de input en de output... Nee, maar goed, die vraag. Ik denk, dus politiek kun je iets. En de vraag is, ben je bereid om daar mee te gaan? En het aankaarten op die plaatsen waar je het kunt aankaarten. En dat is ook iets wat wij afgelopen jaren steeds weer hebben geprobeerd. En waarom we nu zo fel zijn in dit geval, is om te zorgen dat de goede ontwikkelingen die je ook ziet, dat die nu niet weer helemaal worden onderuitgeschoffeld. Ja. Nog meer vragen of opmerkingen? Het is namelijk dat heel veel moeders tegenwoordig, die gaan werken. En dat wil eigenlijk zeggen, en dat zie je ook, dat ik vind dat dan te gemakkelijk een taak wordt geschoven naar de school. En dan denk ik, eigenlijk ligt het toch bij de ouders. Maar die mensen hebben zo weinig tijd. Want als ze uit hun werk komen, dan moet ook nog het huishouden gedaan worden. En daar zie ik zelf nog niet duidelijk een oplossing. Nou ja, ik merk inderdaad dat kinderen die net naar de middelbare school gaan of in groep 8 al, 's middags alleen thuis zijn, totdat de ouders s'avonds... Dit is ook natuurlijk puur een maatschappelijke bewustwording. Kijk, we hadden het bijvoorbeeld over die digitale vaardigheden. Kijk, natuurlijk vertel ik die kinderen van joh, ga niet zomaar alles op dat internet zetten, gevaarlijk, en we kennen het verhaal wel. Ja. Maar mijn arm reikt niet tot thuis. Dus dat is niet alleen iets wat op school gebeurt. Ook thuis hebben die ouders die verantwoordelijkheid om dat mee te geven. Dat is iets integraals weer. Het is iets integraal. Het is geen vak. Behandel het niet als een normaal vak zoals wiskunde. Digitale vaardigheden. En maar dat is het, ja, ik ben het er helemaal mee eens. Maar ook daar moet je dan met elkaar over nadenken. En van wat betekent dat voor school? Is het idee om bijvoorbeeld huiswerk op school te laten plaatsvinden? Ja, daar moet je gewoon met elkaar dan over... Er zijn ook allerlei keerzijden aan, hoor. Ja. Maar... Jessica wil graag ook nog wat vragen. Ja, ik werk in de gehandicaptenzorg. En binnen de organisatie waarin ik werk proberen we ook onze cliënten... door te laten stromen naar vormen van betaald werk. Mm-hmm. En wat we nu wel zien, is dat heel veel mensen met een licht verstandelijke beperking moeite hebben om mee te komen in de nieuwe wereld waarbij je alles digitaal moet doen. Hè. Je moet digitaal formuliertjes invullen. Voordat je bij de gemeente langs kan, moet je eerst zoveel stappen op het internet hebben doorlopen. En zij hebben moeite om zich staande te houden. En hoe gaat dat dan werken met passend onderwijs en dat plan 2032? Als je alle kinderen van verschillende niveaus in één klas moet gaan ondersteunen op die vormen van digitaal bewustzijn, daar maak me zorgen over. Ja, nou ja, heel herkenbaar. Hè? Dus er is een ander onderdeel natuurlijk rond 2032, zeker in combinatie met passend onderwijs. Dadelijk moeten de juffen... moeten ze ook Engels gaan geven aan de kinderen van groep 1, inclusief al mensen die dus eigenlijk al bijvoorbeeld zware concentratiestoornissen. Dus het is een soort, je gooit het er allemaal maar in. Dus wij hebben ook in het verleden wel gezegd, dat speciaal onderwijs heeft ook een heel eigen functie. Die kinderen hebben ook recht op een ander type aandacht. En als je ziet wat één kind of twee kinderen van een PDD-NOS en wat die gaan doen in een klas van 30, ja, waarbij iedereen het slachtoffer wordt. Ja, en dus ik denk dat ook daar geldt, zorg dat je het zo invoert dat het niet dat je passend onderwijs. Klinkt allemaal prachtig op papier. Ja. Dat is net wat Mark zegt, klinkt allemaal prachtig. Ja, dan kunnen ze leren met elkaar omgaan en zo. Ja, maar. Als jij gewoon een klas krijgt met kinderen die keihard kunnen zijn ten opzichte van elkaar, kun je volkomen chaotische toestanden krijgen waarin de juf overspannen wordt enzovoort. Dus wij zeggen ook versterking van speciaal onderwijs, zeker wanneer je het hebt over die digitale vaardigheden. Deze
Dat is wat anders, want mijn dochter en mijn zoon die redden zich wel, snap je? Maar daar moet je inderdaad extra in gaan investeren en dingen gaan uitleggen die voor iemand die, laten we zeggen, niet die achterstand heeft, die zegt van ja, gaap. En dus ook daar gaat het weer om differentiëren en niet alles bij elkaar gooien. Ja. Ik moet gaan afronden, ik krijg een teken. Ik wou nog even iets bemoedigends. Wat in ieder geval terug moet komen in het basisonderwijs, dat is rust, reinheid, regelmaat, richting, resultaat, rekenschap, nou, en ruimte. Jessica, ga het lied nog even doen en dan kondig ik het daarna af en wat mijn volgende uitzending waar die over zal gaan. Het ene kind wil profvoetballer worden. Een ander maakt carrière op viool. Of handelt in recyclebare borden. Maar wat ze ook gaan doen, ze moeten allereerst naar school. Vernieuwen, dat wordt het helemaal. Vernieuwen voor rekenen en taal. Het kerndoel als basis voor het kind. Eens kijken wat Mark van der Veen daar wel van vindt. Nou, dat weten we nu wel een beetje. Het kind moet zich zelfstandiger ontplooien. Nieuwsgierig als het van nature is. Maar voor we nu het roer weer om gaan gooien, een stukje feitenkennis is daar echt wel zoveel mee mis. De vakken, die worden straks domein. De kern der materie, dat zal het moeten zijn. Met inspraak en visie en niet met aapnotmies. Kom aan, Ad Verbruggen. En geef ons uw advies. Het kerndoel, de kerntaak, als ook het kernconcept, zijn zinloze termen wanneer je hoofdpijn hebt. Bolschnabel, gelauwerd erudiet. Zijn plan is de kern en de reden van dit lied. Tot zover deze aflevering van Meis op Zondag. Op zondag 15 januari ben ik er weer. En dan met Geert Ossewaarde en Desiree van Warmerdam, met wie ik het zal hebben over de Vrede van Breda. Zij gaan naar Engeland om dat te vieren. En Desiree van Warmerdam heeft speciaal muziek voor deze Vrede van Breda gecomponeerd. En dat wordt door het Breda's Mannenkoor uitgevoerd en door thematische concerten. Ik wens u allemaal prettige feestdagen. Tot 15 januari. Dag!